jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik namelijk eindelijk eens een keertje een house tour voor jullie. Ik denk dat dit toch wel een van de meest aangevraagde video's ooit is. Ja, het lijkt me gewoon heel erg leuk om een keertje alles te laten zien. Een house tour houdt natuurlijk in dat ik ga laten zien hoe heel mijn huis eruit ziet. Dus ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. Ik hoop jullie ook. En laten we snel gaan beginnen. Hoi allemaal, welkom in mijn huis. Kom binnen, dan ga ik het jullie laten zien. Als je naar binnen loopt, heb je als eerste hier zo de gang. En ja, die bestaat eigenlijk uit een trap, een spiegel en natuurlijk gewoon een kapstok. Hier zo is een kast en daar zo is de zitzak. En die ligt echt super lekker, vooral als je net uit school komt. Dan kan je er eventjes in liggen en dat is helemaal relaxen. Dus deze ligt echt super lekker. Nou, hier is dan nog een zitgedeelte. En hier ligt een van mijn twee katten. Dit is Fleurtje. En ze ligt hier meestal echt te slapen, want dit is echt haar plekje. En ja, dat is dus dit gedeelte. En hier zo is dan de bank en daar zitten we meestal in de avond tv te kijken. Hier zitten we dan in de avond. En zoals je ziet hangt hier ook een oude foto van mij, mijn broertje en mijn zusje. Dus ja, dat is wel best wel van vroeger. Dus dat is het, eigenlijk het gedeelte van de bank en de tv. En hier zo hebben we dan een open haard. Meestal als het dan buiten koud is of als het gewoon winter is, dan zetten we die even aan, want het is gewoon echt lekker warm. En ja, die staat hier zo. Doorlopen, dan komen we hier zo bij het eetgedeelte en de keuken. Dan hebben we hier mijn andere kat, dit is Sammy. En hij is super lief, jullie hebben hem vast wel een keer in de routine voorbij zien komen. En ja, dus we hebben twee katten, Sammy en Fleurtje en dit is dus Sammy. Dan hebben we hier zo de keuken en dat ziet er zo uit. Meestal zit mijn kat in de keuken, want die heeft altijd heel erg veel honger. Dus ze zit hier te zeuren om eten, dat is echt heel erg vaak. Je hoort hem alweer mouwen, dus ja, dit is de keuken. En hier gaan we altijd avondeten en ontbijten aan deze tafel. Ja, dat is dan een beetje het gedeelte van de keuken en de eetkamer bij elkaar. En hier staat er nog een spiegel. Het was best wel handig, want als je dan ergens naartoe gaat, dan kan je heel snel je outfit checken. Dus dat is heel erg fijn. En die staat hier zo. Nou, dan is dat eigenlijk de benedenverdieping. En dan gaan we nu verder naar boven. Nou, als we hier naar boven komen, is hier als eerste de kamer van mijn ouders. Deze inloopkast is van mijn ouders, maar ook van mij, dus ik deel die met hun. En wil je die nou helemaal zien, dan moet je eventjes de klassentour bekijken, want die heb ik heel uitgebreid gedaan. Maar ik ga het nu wel eventjes snel laten zien, dus kom maar mee. Zo ziet het er ongeveer uit.
nu verder. Namelijk naar de badkamer. Dit is dus de badkamer. Daar is het bad. Daar heb je de douche. En ja, hier gewoon de kraan natuurlijk, logisch. En die ziet er dus zo uit. Kamer van mijn broertje Finn heet hij. Dus kom maar even mee. Zo ziet het eruit. Nou, laat jij je kamer maar eens even zien. Dit is mijn kast waar ik game en zo. En dit is mijn bureau waar ik huiswerk maak. Hier staan allemaal bekers. Dit is van dat ik derde met voetbal ben geworden. Hier ben ik kampioen geworden. En met deze was ik met skiën. En ja, dit is mijn bureau waar ik huiswerk maak. En hier slaap ik. En voor welke club ben je? Feyenoord. Ja, dat was eigenlijk wel te zien. Feyenoord, ja. En wat doe jij heel vaak? Netflixen. Wat is je favoriete serie? Ik weet het al. Welke dan? Prison Break. Ja, aanschouw. De liefste hamster. Oh, hij slaapt. Maar hier zit je hamster in. Wacht, ik kan nu elk moment wakker worden. Ach, wel echt schattig. Ja. Nou, dat is dus Vince hamster. Ja, en ik zat vroeger op gitaar, dus daarom, ja. Dus ik heb het gitaar nog. Dit is mijn kledingkast. Wat vind je het leukste kledingstuk in je kast? Deze. Ja, dus dat is je favoriete kledingstuk? Yep. Bedankt dat je je kamer wilde laten zien. Wij gaan weer verder. Doei. Doei. Nou, vanaf mijn broertjeskamer lopen we verder en dan gaan we de trap op. Want daar is mijn kamer en die van mijn zusje. Hier staan we dan op de zolder. En aan die kant is mijn zusjeskamer en aan die kant is mijn kamer. En ja, hier zo heb je eigenlijk een wasgedeelte met een wasmachine en een droger. Vanaf hier lopen we verder naar mijn zusjeskamer. En dat is hier zo. Die ziet er zo uit. Nou ja, daar heeft ze dus haar bed. Dat is hetzelfde bed als die van mij. En ook hetzelfde nachtkastje. En hier is een tijdschriftenrek. Hier heeft ze de bureau. En daar is de kast. En wat soms eerlijk gezegd best wel handig is, is dat ik dan iets uit haar kast kan lenen. Dus ja, we hebben dezelfde maat qua kleding. Dus soms kunnen wij dingen van elkaar aan. En dat is best wel handig. Niet alleen mijn broertje, maar ook mijn zusje houdt heel erg van Netflix. Dus hier staat ook een tv. En ja, dat is dan eigenlijk wel de kamer. Nou, vanaf hier lopen we dan weer naar de andere kant en daar is mijn kamer. Hier zo is mijn kamer. Dit is dus mijn kamer. En ik heb hem laatst nog helemaal opgeruimd voor een video. Dit was de vorige video die ik heb opgenomen. Dus ben je benieuwd, ga die dan zeker even kijken. Maar mijn kamer ziet er dus zo uit. Hier zo staat mijn bed. En dan heb ik hier mijn nachtkastje met mijn wekker. Hier is mijn tv. En dat is best wel handig, want daar heb ik mijn bed en hier mijn tv. Dus dan kan ik gewoon gelijk tv kijken. En als je dan een stukje verder loopt, heb ik hier zo mijn kaptafel. Daar ben ik zelf echt heel erg blij mee. Want ja, ik gebruik het gewoon elke dag, zit ik eraan. Dat is gewoon echt super fijn. Hier is dan mijn bureau. Ik krijg heel veel vragen van waar die vandaan komt. Maar het komt van IKEA. En die bureaustoel ook trouwens. En dan als laatste nog mijn tijdschriftenrek. En dat vind ik gewoon echt een hele leuke aanvulling voor mijn kamer. Dus daar ben ik zeker ook echt heel erg blij mee. En ja, dat is dan eigenlijk mijn kamer.
een zolder en dan heb je dus deze kamer weer één verdieping beneden. En die ga ik nu eventjes laten zien. Dit is eigenlijk een soort van de werkkamer van mijn vader. Hier werkt hij altijd. En hier staat er nog een logeerbed. En ja, eerst was deze kamer van mijn broertje. Dus daarom is deze muur ook helemaal nog blauw. Maar die wordt waarschijnlijk binnenkort geverfd. Ja, dat is dus deze kamer. Hoe mijn huis eruit ziet. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Dus laat het vooral eventjes weten in de reacties. En vergeet natuurlijk ook eventjes niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan zie ik jullie hopelijk heel snel weer volgende week bij een nieuwe video. Doei!